Voor Mirjam ga ik een muts maken, oftewel een beanie. Ik heb hier al eentje gemaakt en ik ga jullie laten zien hoe makkelijk je die zelf thuis kan maken. Het enige wat je nodig hebt is een oud shirt en een voorbeeldmal. Pak gewoon een oude muts uit de kast en dat is een kwestie van overtrekken en uitknippen. Dit heb je niet meer nodig. Bij zo'n beanie zie je altijd een kruis. Dit zorgt ervoor dat je een ronde vorm hebt. Dus wat je moet doen, is ongeveer 10 centimeter op de helft inknippen. Dan krijg je dit. Dat doe ik weer op elkaar. En dan knip ik dit ook een klein beetje rond af. Dan heb je twee exact dezelfde stukken. Dan vouw ik één kant op de andere kant. En dan druk je hem aan. Dan doe ik aan de goede kant van de stof aan eentje aan de rand weer lijm. En dan leg je de goede kant op de andere goede kant. Je laat hem even drogen. Keer je hem binnenste buiten om. En dan heb je je eigen beanie. Super cool. Ging dit nou allemaal net even te snel voor je? Check dan even de site. eo.nl/hipvanop en daar vind je nog veel meer tips en tutorials. Live, see, think that you're alive.